Goedenavond. Hij kreeg de naam Sinterklaasstorm, de najaarsstorm die over de Noordzee raast. Ook aan onze kust is het alle hens aan dek. Men verwacht er de hoogste waterstand in 60 jaar, het rampjaar 1953, door een combinatie van een noordwesterstorm en springtij. In West-Vlaanderen is het provinciaal rampenplan afgekondigd en langs de hele kust zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Thijs Mauro. De Sinterklaasstorm heeft onze kust bereikt. Zoals voorspeld is het geen allesverwoestende wind, maar het levert wel bijzondere beelden op. Sommigen vinden dit het gepaste moment om het water op te zoeken. Die mensen zijn niet normaal. Dat zijn geen normale mensen dat. Die mensen zijn geschieden naar de leven en dan moeten andere mensen nog een keer naar de leven zien voor ze te gaan halen. Rond 2:30 is er ook springtij en de jachthaven van Blankenbergen loopt aardig vol. Een heel verschil met vanmorgen toen het laagwater was. Maar tussen toen en nu hebben de gemeentediensten alle voorbereidingen getroffen. De muur rond de jachthaven werd met schotten afgesloten en waar dat niet kon met andere middelen. Intussen is er zwaar weer, maar de burgemeester blijft optimistisch. Nu zou het ongeveer 5 meter en een beetje moeten zijn, dus u ziet dat we nog behoorlijk wat speling hebben. Vannacht zou het 6,38 meter worden, dus dat betekent dat we ongeveer hier ergens zouden moeten eindigen. In het slechtste geval, voor alle duidelijkheid. Hè? Ook in Zeebrugge wordt een muur van zandzakken aangelegd aan de zeesluis. Dit zal komende nacht een van de meest kwetsbare plekken van de kust zijn. Op een luchtfoto krijgen we uitleg. De zeesluis is hier dan dicht. En het water wordt eigenlijk door de noordwesterwind de haven ingestuurd. Zoals je kan zien, vormt dat hier een soort van trechter. En het water zal hier wat opgestuurd worden. En zo zou op deze weg zeewater kunnen komen. Als de riolen dat niet aankunnen, kan een deel van Zeebrugge dat erg laag ligt met wateroverlast te maken krijgen. Op dit moment is het vooral bibberen in Bredene. Er wordt gevreesd dat het hoge water van straks over deze dijk naar een lager gelegen woonwijk zal lopen. De dijk is in onderhoud, maar één stuk is nog niet klaar. De civiele bescherming en het leger zullen vanavond nog zandzakken leggen om de dijk te verstevigen. En daar, in de kustgemeente Bredene, roept de gemeente op tot een vrijwillige evacuatie van de wijk Sas. Die ligt vlakbij het zwakste en het laagste deel van de dijken. Het gaat om meer dan 2000 mensen. Luc Pauwels is ter plaatse. Wordt de woning verlaten of blijven ze? Ik weet het niet, mijn vader in de kliniek. Ja, oké. Ze zijn liever weg van de woning te verlaten, komen ze naar huis. Maar ze wonen normaal niet waar hier blijft, weet ik. Oké. Huis na huis informeert de politie de bewoners over de nakende storm en het springtij. Ruim 2000 mensen in honderden woningen worden mogelijk bedreigd, mocht het water over de dijken spoelen. Maar ze kunnen vrij kiezen of ze hun woning verlaten of toch blijven. We leggen redelijk laag hier. Dus vanmiddag stond dat water redelijk hoog, dus dat die dijk doorbreekt. Ja. En wat gaat u doen? Blijven. Blijven thuis. Het zit enorm veel dieren, dus ik kan dat niet allemaal meenemen. Ik ga mijn huis verlaten op het ogenblik dat er hier water komt. Dan is het dan toch niet tegen te houden, hè? Ik ga weg, ja. Ik heb twee kleine kindjes, dus ik ga weg. Maar voor iedereen is het natuurlijk eerst de woning beveiligen. Ik heb hier een kelder onder en dat is mijn verlichtingszak en mijn zoetank. Ik maak dat dicht, dat er nog staat zeker heel water binnen kan, eventueel. Is het met die... De spiering van de poort met de rand dus af te dichten met een folie of met een plastic tape, zodat het water kan ingehouden worden en hier in de kader loopt heen. En ook binnen wordt alles in veiligheid gebracht. Hier hebben we tapijten weggedaan, dus de tapijten zijn allemaal naar boven gedaan. De stoelen zijn boven, de kassen zijn leeggemaakt, zoveel mogelijk. Voor deze bewoner is het trouwens niet de eerste keer zo'n stormvloed, want ook bij de beruchte storm van 1953 zag hij hier in Bredene het water door de wijken stromen. Ik was een jongetje van 9 jaar en ik woonde dan hier niet veraf. En ik weet nog, ik herinner me nog, dat het water, de dijk is toen gebroken hier, en het water stroomde door de straten hier van Sas-Lijkens. En ik stond te kijken als jongen van 1 jaar hoe dat het water wegstroomde door de straten, zo ongeveer... Minstens zo meer dan een halve meter hoogte. Hopen dat het hier straks niet opnieuw gebeurt. Voor de bewoners is het de komende uren bang afwachten. Thijs Mauro, jij staat ondertussen ook in Bredene, 2000 mensen die geëvacueerd worden. Ja, wordt het daar inderdaad zo gevaarlijk de komende uren?
Het kan gevaarlijk worden. We hebben die dijk zelf bekeken. Die is inderdaad in onderhoud. Daar liggen stenen. Maar dat moest nog afgewerkt worden. Maar als die hoogwaterstand komt en dat water binnenstroomt in de kanalen achter de zee, dan zouden die keien wel eens kunnen weggespoeld worden. Zou de aarde kunnen aangetast worden in die dijk. En dan kan er water gaan door of overlopen. Dat wil je niet meemaken natuurlijk met lager gelegen huizen. Dus die mensen hebben misschien wel gelijk als ze vertrekken. Het zal misschien wel niet nodig zijn, maar je kunt maar beter geen risico nemen. Dus het is echt wel een plek waar het gevaarlijk kan worden vannacht. En de woonwijk erachter, daar zeggen ze van ga slapen op de eerste verdieping, want je weet maar nooit. Dus het is hier wel een beetje bang afwachten. Ja, dat is wat Bredene betreft. Hoe is de situatie elders aan de kust? Wel, er zijn dus drie plekken waar er een probleem zou kunnen zijn. Nieuwpoort heb je de monding van de IJzer, de Vaargeul daar. Dus water dat het land binnenkomt, kan altijd een probleem zijn. Oostende heeft ook zo'n waterpartij, dus de haven van Oostende. Daar is de Visserskaai afgesloten, is een ondergrondse parking preventief afgesloten. En staat er een vrachtwagen van de civiele bescherming permanent klaar met heel veel zandzakjes om waar nodig hulp te bieden. En dan is er nog Bredene natuurlijk, maar ook bruggen hebben we gezien in het verslag aan de zeesluis, waar ook die muur is gebouwd met zandzakken. Dus dat zijn wat de kritieke punten. En het is afwachten. Dus vannacht 3 uur onze tijd. Dus zou die hoogste waterstand bereikt worden in het diepste van de nacht, zeg maar. Maar het zou het gevaarlijkste moment wel kunnen zijn. Ja, dankjewel Thijs. We schakelen rechtstreeks door nu naar Antwerpen, naar Annebie. Anje staat op de Scheldekaaien. Ik mag er dus van uitgaan dat het daar nu nog veilig is. Ja, voorlopig nog wel, Martin. Het is wel al heel erg hard aan het waaien. Maar ik heb hier nog droge voeten. De Schelde is voorlopig nog niet overstroomd. Men verwacht wel dat dat morgen vroeg zal gebeuren. Tussen 5 en 6 zal de Schelde hier over de Scheldekaaien, over de Blauwe Steen stromen. En zowel de haven als de stad Antwerpen hebben al voorzorgsmaatregelen genomen en daarover hebben wij een reportage gemaakt. Rond 4 uur deze namiddag is het al stevig aan het waaien in de haven van Antwerpen. De golven hebben al witte schuimkoppen, de loodzware kranen bewegen door de wind. Maar niet de wind is een probleem, wel de stand van het water. Die wordt van minuut tot minuut opgevolgd. De kans bestaat dat er 1 of 2 sluizen zullen voor een korte periode gesloten worden, vermoedelijk morgenochtend. Maar uiteraard wordt dat opgevolgd, ik zou bijna durven zeggen, al een minuut. En wordt die beslissing eigenlijk genomen kort voor het zover is. Dichter bij de stad aan de Waagnatie, die pal op de Scheldekaaien ligt, kijken een aantal jongeren bezorgd naar het water. Ze hebben zo hun eigen redenen om ongerust te zijn. Komen wij morgen ons galabal hier in Waagnatie hebben. Maar wij gaan alle voorbereidingen treffen. En we hopen dat we geen overlast onder kunnen hebben. In samenwerking met de brandweer gaan we zandzakjes verslepen. Maar zandzakjes alleen zullen niet volstaan. Door de combinatie van storm en springtij zullen de kaaien hier morgen vroeg overstromen. Om de binnenstad te beschermen wordt de waterkeringsmuur een tiental meter verderop gesloten. De muur heeft 20 poorten waar je normaal met de auto door kan om op de kaaien te parkeren. Maar die poorten gaan nu dus dicht. Wel, uiteraard moeten we de stad dan beschermen en in samenspraak met de Vlaamse collega's hebben we gisteren al beslist om de waterkeringsmuur preventief dicht te doen vanaf deze avond, donderdagavond 6 uur tot en met vrijdagavond wellicht 10 uur. Dat betekent dat alle voertuigen die geparkeerd staan tussen de Schelde en de waterkeringsmuur, dat die wagens weg moeten vooraleer het hoogwater er is. De brandweer dringt erop aan om na het hoogwater niet op de kaaien te lopen, omdat je niet zal kunnen zien waar de kaaien eindigen en de stroom begint. Al in Antwerpen langs de Schelde worden er dus voorzorgen genomen. Hoe zit dat met de zijrivieren van de Schelde? Zijn daar ook extra maatregelen genomen? Ja, Martin, verder op de Schelde en aan een aantal zijrivieren gaan een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden in werking treden. Dat zijn een aantal gebieden waar een dijk ligt en achter die dijk ligt een tweede dijk, een ringdijk. En het water kan dan over die eerste dijk stromen, wordt tegengehouden door de tweede dijk, zodat het water even tegengehouden wordt en als het dan weer laagwater wordt, dan kan het water weer wegstromen. Dat om verdere overstromingen te vermijden. Er zijn ook een aantal plaatsen op de Ruvel en op de Neten onder andere, waar er tijdelijk geen schepen mogen varen als het hoogwater is. Die schepen die zouden golven kunnen veroorzaken die dan weer over de dijken kunnen gaan. En om dat te vermijden gaat men tijdelijk ook een scheepvaartverbod instellen op die plaatsen. Dankjewel, Annebie in Antwerpen.
Bij ons moet het ergste dus nog komen. In Groot-Brittannië kwam de storm vanochtend al aan land. Vooral het noorden van Engeland en Schotland kreeg het zwaar te verduren. Er vielen ook 2 doden. Op dit moment houden ze hun hart vast in het noorden van Duitsland en in Nederland. De Nederlanders waren ervoor gewaarschuwd dat dit een van de zwaarste stormen van de voorbije jaren zou zijn. En dat de wind in combinatie met het springtij voor een uitzonderlijk hoge waterstand zou zorgen. Uit voorzorg zijn de waterkeringen en de zeesluizen dicht. Hetzelfde beeld biedt het noorden van Duitsland, waar een collega van de Duitse televisie een poging deed om de kijker iets duidelijk te maken. Ik kan het gar niet glauben, het is immer nog geen orkaan. Allerdings orkaan had hij gehoord. Op immer 100 Stundenkilometer. En wenn wir beide, dan kan aber man nog echt problemen hier gerade op den Beinen zu bleiben. Vanochtend kon er over de grote Beltbrug in Denemarken nog gereden worden, maar in de loop van de namiddag ging de brug dicht. Groot-Brittannië kreeg vanochtend al de volle laag toen Engelsen die naar hun werk trokken een waar gevecht met de wind moesten leveren. In de buurt van Nottingham kwam iemand onder een omvallende boom terecht. In Schotland kwam een trucker om het leven toen zijn vrachtwagen van de weg geblazen werd en op 2 andere auto's terecht kwam. Verschillende wegen werden afgesloten wegens omgewaaide bomen of elektriciteitskabels op de rijweg. 80.000 gezinnen zitten zonder stroom. Verschillende kustplaatsen liepen onder water. Volgens de overheid zijn zeker 6.000 huizen bedreigd. Er waren windstoten tot 180 km per uur. In de Schotse hooglanden zelfs tot 220. In Engeland en Schotland was de hoogste vloedgolf in meer dan 30 jaar. Springtij, u hoorde het woord al een paar keer, springtij op zich is niet uitzonderlijk. Dat is er 2 keer per maand, bij nieuwe en bij volle maan. Het is de combinatie met een noordwesterstorm die de situatie gevaarlijk maakt. Veel mensen zullen zich wellicht de watersnoodramp van 1953 herinneren. Dijken braken door en het zeewater stroomde het land binnen. Ook dat was een combinatie van storm en springvloed. Saskia de Schutter. De omstandigheden zijn erg vergelijkbaar met de storm en de overstromingen van 1953. Een stormwind van 10 Beaufort beukte in op de dijken en het achterland overstroomde omdat het water al hoog stond door springtij. Dat heeft alles te maken met de stand van de maan en de zon die de getijden bepalen. De maan staat het dichtst bij de aarde en oefent de grootste kracht uit op de watermassa's. Maar als zon en maan op één lijn staan, wordt die aantrekkingskracht nog groter. Dan is het springtij. Ongeveer om de 14 dagen is er springtij. Nu, normaal gezien levert springtij geen probleem, maar in combinatie met de noordwesterstorm is dat wel een gevaarlijke situatie. Aan zee zijn de stranden voldoende opgehoogd om vloed op te vangen en de dijken kunnen het waterpeil van het springtij aan. Maar de storm zwiept de golven op tot boven de buffer die er nu is. Het waterpeil zal vannacht allicht met meer dan 6 meter stijgen, iets minder dan de 6,6 meter tijdens de watersnood van 1953.